premier Mark Rutte, we zagen hem net al, is op Curaçao samen met een delegatie van 40 Nederlandse bedrijven. Is hij daar om de handel te bevorderen? Investeringen zijn hard nodig, want Curaçao zit al 3 jaar in een economische recessie. Bovendien kampt het eiland met een stroom vluchtelingen uit Venezuela. Gevolg, steeds meer bewoners vertrekken. Dit is Servaas Hoeben, tot gisteren werkzaam bij een grote verzekeraar op Curaçao. Hij vertrekt naar Nederland. Nou, ik ga weg vanwege de economische situatie op Curaçao. Curaçao is nu in een recessie. Dat betekent dat er gewoon minder kansen zijn voor carrière. Hij is niet de enige die vertrekt. Steeds meer inwoners van Curaçao gaan weg. In 2017 3500 en vorig jaar al meer dan 4000. Vooral hoger opgeleide mensen zoals Servaas Hoeben. Hij werkte in de financiële dienstverlening, een van de 3 pijlers van de economie van Curaçao. De 2e pijler is de olieindustrie. Venezuela levert al bijna 1 jaar geen olie meer, waardoor de raffinaderij stil ligt. De Venezolaanse exploitant PDVSA vertrekt aan het eind van dit jaar. En of daar een ander bedrijf voor in de plaats komt, is allerminst zeker. De 3e economische pijler is toerisme. Met toerisme gaat het goed, maar dit hotel, Plaatshotel, staat een hele tijd al leeg. En dat komt door de cost of doing business. De energiekosten zijn heel hoog. En dat geldt voor alle bedrijven hier op Curaçao eigenlijk. Curaçao heeft een deel van de economische crisis volgens econoom Calmera aan zichzelf te danken. Toch kan ook Nederland een handje helpen. Nederland is kampioen in water, zonne-energie, et cetera. Dus laten we die kennis van Nederland importeren. Laten we die bedrijven bij Bombini Curaçao, laten we die hier zich vestigen. Curaçao moet zelf aan de bak om de economie weer uit het slop te halen. 2019 wordt wat dat betreft het jaar van de waarheid als de olieindustrie, de Isla-raffinaderij, mogelijk gaat sluiten. En ook de financiële dienstverlening en het toerisme moeten er een tandje bij zetten. Curaçao kijkt nadrukkelijk naar Nederland voor een helpende hand. Maar voor Servaas Hoeben is dat niet meer van belang. Hij verlaat, net als 4000 andere inwoners van Curaçao, dit jaar het eiland met bestemming Nederland.